Oh, yeah. Open the door. Please. Wanneer hij hier, jongen? Zijn hij de kasteel in de vent? Dat is al een tijdje toe, man. Het... Nou, kom ik het binnen, hè. Ga maar dan maar op, mijn vent. Ja, maar waarom gaan we er niet op? Ja, ze krijgen nog geen deur op. Ze willen een kasteel verbouwen en ze krijgen nog geen deur op. Het is alsof je werken en nog extra werk. Voilà, hier, kijk, voilà. Op rij, hè? I put a spell on you. Ja, voilà. Hoe had de gulden dat tak erop gekregen zonder mij, en ik redelijk? Ik versta het nog altijd niet. Het is hem een keer iets gelukt. Oh. Hier is er nog niet veel veranderd, Alex. Hè? Ja, we willen raam opzetten. Ik ga mij niet allemaal op, vent. Ik ben de meis. Ze lagen hier, meer. Vind dat raam, niet jongens. Order en netheid. Bespaart. Oh, dat is hier in een pact. Gewoon een mannenpact. Order en netheid bespaart veel zorgen en tijd. Oh, kom jongen, het gewoon chance dat je een vindt. Is mijn helm. En nu is het hier in het garage. En de Turken gaat automatisch open en ik heb mijn helm erop, meneer. Dus. Helmpje hier. Helmpje daar. Dat is weer de blaas, hè? Zet niet voor niets een naam op een naam. Nee, het is gewoon mijn naam gepakt. Mijn lag hier schoon, orde en netheid lag schoon langs de kant. Maar hij pakt hem, hè? Ah. Ik kan gewoon niet kunnen werken, voilà, ideaal. Maar... Ik heb geen naam, heb mijn naam. Maar waar lag uw naam? Daar, waar hij hem gepakt heeft. En kijk, waar lag... Kijk, mijn geluksgetal, Jure. 18. Waar lag mijn naam? In een kot. Ja, maar daar moet hij werken. Nee, op zijn moet hier werken. Nee. Op zijn plaats. Op zijn werk is hier. Ja, maar nee, je moet gepakt worden, zoals je nu tegen. Maar voor niets, voor niets. Is mijn naam gepakt? Nee, ik heb hem. Voilà. Oh, verdomme. Wel, er zijn een half uur kwetsjes voor ons naam. Mijn naam, man. Mijn naam lag in mijn huis en ik kan hierin liggen. Ik kan voor reserve leg ik waar, een waar lag in mijn huisje. Ja, maar ding lag hier ook van. Dus ja. Dus jij twee aan? Ik pak het zekere voor het onzekere. Ik zou vreeg jij een keer taxi, jongens. We staan hier al nu. Het is kwakkelenvoer. En de plotjes zijn nog niet te veel vuil gemokt sinds dat ik niet bij word. Dat is ook belangrijk, dat is niet allemaal dubbel akkoord leggen weer. Hè. Goed. Het zal een klein beetje wat er binnen komen zijn. Gelijk hier aan die zak. Hey, zijn ik een frikotent, manneke. Wat dat schuwwerk dat helder is, dan moet ik een kijken. Allee, hoe zeg. Dat is straf. Allee, het ging dat je nu al ziet, mannekes. Weet je, het zijn hier twee appartementen boven me wouden. Ik ben echt trots op. We gaan een keer naar boven, we gaan naar boven. Als je zo binnen loopt, dat is een gulander zicht, vind je dat niet? Moet ik kijken hoe groot dat is allemaal bent. Dat is nu de kleinste kamer van heel het kasteel. Deze en dat is hier waar Stefanie en Christa zijn. Oh man, zo'n kleine badkamers. Ja, maar ja. En zo'n kleine kamers. Ja, ja. En moet je zien hoe groot dat is. Eerst en vooral, als er muren staan, vergroot dat veel. Hè. En tweede, vrouwen. Vrouwen, en ik keer eerlijk. Dat eet toch altijd een opmerkingen. En de badkamer te klein. En zeg altijd dat te klein is. Moet niet tegen over... u. ik heb maar één opinie gehad in mijn leven. Hij had er al verschillende gehad. Voilà, nou komt het gedeelte dat nog niet gezien hebt, man. Best wel wijs, hè. Het appartementje. Twee appartementen. En dan is er nog een keer verdiep, hè? Oep. Oh, wacht, jongen, wacht, jongen. Ja, wadde. Dus hier stonden de laatste keer. Weten nog dat meer mee een fles champagne stond, hè? Nee, dat was hier. Dat was geen. Dat was op dat vlak. Verdiep. Dat was verdiep. Dat heb ik mee. Er stonden geen tropijnen. Ja, wadde. Ja. En geen hoogtevrees? Dat is te hoog, zeg. Ja. Hoe zien we zitten? 20 meter, 24? Nee. Je zit op 18 meter, 17 meter, 18 meter. Wacht. Het is een afbreken. We gaan het afbreken nu. Hè. Het is er nog een ja, start. Ja, daar zijn we mee. We gaan nu alles afbreken. Maar aan het gezicht. Hier komt er een deur met glas. Dus in de winter kun je hier zitten, maar je ziet je ook nog altijd buiten. Mm-hmm. Maar hier, ja. Als je hier toe komt, dan heb je dat zicht. Wil er al het wilde idee om daar een bar te maken? Ja, dat de mensen niet naar boven komen, dat zullen er hier een potje koffie kunnen drinken op dat terrasje? Doen. Een potje koffie drinken, maar jongens toch. Ik vind dat wilde er niet meer lang mee wachten. In de keuken maakt de pater familias een vieruurtje à la Eddy klaar. Hij voorziet koffie, een aardbeientaart en wel heel speciale boule de Berlijn. We zijn ermee vertrokken.
Marco. Dat vind ik wel fantastisch. Oh, super, ja. Hoe ziet dat eruit? Dat vind ik de max. Ik stop gelijk met werk, moet ik dat zien. Dat is wel wijs. Oh, van goede koffie. Wat een toortje nog en al. Mooi, jongens, toch. Die is goed bezig. Jawel. Hé. Hey. Jawel, jawadde, chapeau. Moet zijn, het de punten verdiend vandaag. En zo wordt de unieke combinatie van een zadeldak met een plat dak origineel ingewijd. Ah, oh, dat is smaakt. Die Francesca, pak maar helemaal. Oh, gracias. Maar die rondjes zijn machtige goeie, hè. Met appelsien, super. Hé? Oh. Hey? Appelsientje zit er tussen. Ah, ja, dat valt een beetje, hè. Vrij goed. Dat zit ik hamburger. Ja? Maar mij ook, hamburger gaat verschillen. Dat is het. Had er hamburger in gestoken, onnozel door hem. Wat zit dan voor? Ik zei het direct. Ik zal wel iets tussen zijn. Ik zei, ja. Oeh, is dat niet echt of wat? Het ging dat van mij is niet echt of wat? Mij is een straf. Gaan we dat vrij goed? Is dat een schaal? Zo verder. Oh, kijk, zo verder. Ik heb dat beeld. Ik heb een gulstuk. Ik had al redelijk lang gezien. Wat zin, jongen. Waarop ben ik hier weer zo'n stuk pakken? Wat zo'n straf. Echt, weet je dat je dat vreugd hoeveel? Met appelsien? Het is dat ik zei, dat smaakt naar hamburger. Santé, op de goede werk mee. En doen, kijk, nog dat 7 dan slechte zet. 7 toon, man. 7 jaar, sorry. 7 minuten, zeg. 7 jaar, sorry. Giel, zet matje. Weet nog maar begonnen hier en tijd hier? Beneden, heel beneden. Hoeveel discussie... Ja, met Francesco en Gino word ik er al een klein beetje uit. Dus die man wordt nog redelijk voor een plat dak, maar hij niet. Hoeveel discussies hebben we niet gehad? Mm. Een plat dak of een torendak? Een zadeldak. Hé? Ja. Maar zie ons eens zitten. We hebben toch weer goed opgelost, hè? Kriddelijk, op zijn plank was, hè? Jij bent content en hij zit content. Is het? Ja, dat is goed. TD is eigenlijk constant erbij aan bezig worden. Ja, en het is zelfs plat dak is zelfs langer dan het zadeldak. En binnenkort we gaan een prachtig zicht hebben op de toren. Hè? Het belangrijkste is woorden bij de wijn doen en appelsienpalletjes bij de patisserie. Of hamburger. Zodat er bij doet en goed geruizen. Ja, precies. Ja.